aan tafel en daar zijn we zeer blij om. Harry van Rij en Erik Gerets. Heren, we kunnen natuurlijk niet heen om de gebeurtenissen van de afgelopen 48 uur. Nee. We hebben de beelden allemaal gezien. Schokkend. David tegen Goliath. Ja. Immense overmacht. Eigenlijk niet zo leuk. Ja. Maar aan het eind van het liedje B, die 4-0 tegen Andorra, toch eigenlijk wel vrij snel vergeten. Oh, ja. Ja, die... Had u me toch even lelijk op het verkeerde been gezet, meneer Spaan? Ik dacht dat u het over hele andere dingen had. Ja, ik dacht dat u het over de crisis bij PSV ging hebben. Ja. Daar komen we mooi weg, voorzitter. Nou, dat gaan we zeker doen in deze uitzending natuurlijk. Want u ligt nogal onder vuur, meneer Gerets. Ja, het is vandaag de dag zo. Als je een baard hebt, lig je sowieso onder vuur. Dus maak je zo groot. Nou, ik bedoel eigenlijk meer de tactiek. Wanneer wordt het niet eens tijd om ook de tactiek van PSV te gaan wijzigen? Ja, ik geloof toch niet dat u de aangewezen man bent om over de tactiek van PSV te praten. Ik bedoel, hoe hoog heeft u zelf gevoetbald? Ja. Nee, jij coacht lekker. Nee, jij maakt leuke programma's. Nee, jij hebt een mooi pak aan. Nee, jij hebt een goede kapper. Ja, nee, jij trekt volle stadions. Hallo heren. Ja, even stoppen met kistje bezig als het kan. Lijkt hier op een rempel wel alsof ik met Louis van Gaal en Frits Baren aan de tafel zit. Je zit toch Nederland 3, dan verwacht je toch een minimaal niveau. Mm-hmm. Erik, als meneer Spaan jou verzoekt om de tactiek voor PSV aan te passen, dan doe je dat gewoon netjes. Oké. Morgen tegen AZ, hoe gaat u spelen, meneer Gerets? Morgen tegen AZ, nou, we hebben in ieder geval de nieuwe hulptrainer Erwin Koeman op de bank. Laten we daarmee beginnen. Ja zeg, Ernie Brands ontslagen. Ja, Brands ontslagen. Dus, wij werken bij PSV de afgelopen jaren altijd met de 4 B's. Ja. Dus met Brands kan er best eentje vanaf, blijven nog 3 over. Ja, maar meneer Verraai, u als beleidsbepaler, PSV is in moeilijkheden. Iedereen kijkt naar u en wat doet u? U ontslaat de man die de pionnen plaatst. Ja, ja. Dat is toch het gemakkelijkste om te doen? Dat zijn uw woorden. Ja. En dat klopt dus ook als een zwerende vinger. Maar het is inderdaad het gemakkelijkste om de hulptrainer te ontslaan. Maar ja, ik zou machtig. Wat moet ik anders doen, meneer Spaan? Ja, weet ik veel. Moet ik soms meteen de hoofdtrainer ontslaan? Hé. Hey. Wacht even. Meneer Spaan, mag ik even uw pen lenen? Ja, misschien... Dat is misschien toch wel een ideetje. Nou, misschien... Niet vergeten... Gerets de Jacques, vraagteken. Ja, even voortbordurend op dat lijntje. Hè? Bijvoorbeeld Van Gaal PSV, Gerets naar het Nederlands elftal? Nou, er kan natuurlijk geen enkele sprake van zijn dat ik naar het Nederlands elftal ga. Hoezo? Nou, dan zit ik weer drie jaar aan die Mark van Bommel vast. Wat is dat toch met die Van Bommel? Ja. Nou, Van Bommel mag hem niet. Nee, en ik mag Van Bommel niet. Nee, dat is water en vuur. Dat gaat absoluut niet tussen ons. En hoe komt dat dan? Waar uitzicht dat in? Dan, bijvoorbeeld in de kleedkamer. Dan maak ik bijvoorbeeld een hele leuke grap. En dan lacht hij niet. Oh. Ja, expres niet hoor. Oh. Want dan is het bijvoorbeeld wel een hele leuke grap. Ja, en dan geef eens een voorbeeld van die humor. Nou, bijvoorbeeld zeg ik, de nieuwe hulptrainer van Ajax, die heet Bassie. Bassie. Bassie en Adriaanse. Ja, kijk, hier lachen ze wel, maar Van Bommel lacht dan niet. Nee, nee. Van Bommel weigert gewoon om mee te lachen, ja. Nog even dat lijntje doortrekkende. Gerets Nederlands elftal, al of niet. Van Gaal naar PSV, is dat mogelijk? Van zijn lang zou ze leven niet. Oh. Dat ga ik als voorzitter in elk geval niet meemaken. Dat gaat u voorleggen. Van Gaal past in het geheel niet in onze clubcultuur. Die bestaat uit? We hebben bij PSV altijd gewerkt met de 3 G's. Ja. Gezelligheid, gemoedelijkheid en chemie. Ja. En daar past de G van Van Gaal helaas niet in. Nee. En hoe zit het met de G van Gerets? De G van Gerets is op dit moment een hele zachte G. Oh ja, goed. Oh, lekker. Even terug naar de actualiteit. Ja, ga maar terug naar de actualiteit. Meneer Gerets, morgen AZ uit. Ja. En? Ja, en... AZ uit, dat moet PSV natuurlijk langzamerhand wel eens een keer te gaan winnen. Ja. Nou, ik zal er maar niet van uitgaan, hoor. Ja, ja. Nee, dat wordt een heel zwaar kalender. Dat wordt een veldslag. Nee hoor, AZ uit, dat is voor ons nog een maatje te groot. Ja, dat is je speren, Erik. Zo kennen je weer. Ja. Ja. Altijd vechtluchtig. Nee, maar het is zo dat als onze trainer onverhoopt gelijk krijgt, en PSV gaat ten onder tegen AZ, dan is het enige wat we nog kunnen hopen dat de boel in Afghanistan gierend uit de klauw loopt. Ja. Want de derde wereldoorlog, dat zou dan toch wel een reden zijn om die wedstrijd over te spelen. Ja. Zo, medio 2002. Mm-hmm. Medio 2002. Nou, dan ben ik er in ieder geval niet meer bij. Dat is een ding wat zeker is. Maar wat er dan beslist nog wel is, is het doelpunt van de week. Daar gaan we zo naar kijken. U kunt toch altijd bandjes insturen voor het doelpunt van de week. Dan denkt u ook mee naar het doelpunt van het jaar. Dat wordt hier op 5 november in de uitzending bekendgemaakt. Mooi. En dan nu het doelpunt van deze week.